Als werkgever mag je in principe je werknemers niet uitlenen aan een derde. Toch bestaan hier uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld uitzendarbeid. HR-expert Jan van Akkoleijen praat hierover met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom. Vandaag gaan we het over verboden ter beschikkingstelling hebben. Kan u ons even uitleggen waarover we het hier hebben? Het gaat erover dat bedrijven denken dat ze met een contractor werken in het kader van een aannemingsovereenkomst, maar in feite, als men er met een juridische bril naartoe kijkt, lenen ze personeel in. En in België kan dat niet. Het monopolie voor het uitlenen van personeel is toegekend aan erkende uitzendkantoren. Als men dit als gewoon bedrijf doet, dan zijn er enerzijds strafsancties, anderzijds gaat men zeggen, kijk, u wordt als klant automatisch werkgever van rechtswege van die uitgeleende werknemers. Als werkgever die inderdaad contracten heeft met leveranciers, hoe kan ik mij best wapenen om de risico's te vermijden? Altijd als ik met contractors werk, ze als externen beschouwen. Werknemers van een contractor moeten een visitorsbadge hebben. Als ik een personeelsfeest organiseer, personeelsfeest is voor mijn personeel. Verboden ter beschikkingstelling houdt een aantal risico's in voor de werkgever. Wie kan die bal aan het rollen brengen? In eerste instantie denkt men natuurlijk aan de sociale inspectie, die gelet op het feit dat het gaat over het respecteren van het monopolie van uitzendkantoren. Dit kan uiteindelijk leiden tot strafrechtelijke veroordelingen, boetes zelfs per ter beschikking gestelde werknemer. Maar we zien ook dat die wetgeving gebruikt door individuele werknemers. Bijvoorbeeld, een contractor werkt met zijn werknemers bij klanten. Die contractor zit in zware financiële problemen. En die werknemer gaat plotseling zeggen, ja, maar in feite is er sprake van verboden ter beschikkingstelling. Ik werd uitgeleend aan die klant. Ik ben dus van rechtswege werknemer van die klant. Zijn er ook contractuele elementen waar we dienen aan te denken? Cruciaal is dat men een echte aannemingsovereenkomst geeft. En dat dus de focus ligt op het uit te voeren project, ook op facturen. Gaat het over een uitvoering van een bepaald project? Gaat het niet over de prestaties gedurende een bepaalde maand? Meester Tieleman, heel interessant en toch wel duidelijk een knipperlicht voor een aantal samenwerkingsvormen en bedrijven om echt op te letten en de mogelijke risico's onder controle te houden. Dank u wel. Ja.